Het Hof van Justitie, onder leiding van waarnemend president Iwan Rasoul-Baks, is door het managementteam grondenrechten der inheemse en tribale volken in Suriname gevraagd als adviserend orgaan op te treden bij wetsvoorstellen in zaken grondenrechten. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Afgelopen vrijdag presenteerde Anna-Marie Lachman-Johannes namens het managementteam de stand van zaken met betrekking tot dit vraagstuk. Rasoul-Baks prijst het initiatief van het team en heeft voorgesteld zoveel mogelijk een beroep te doen op de specifieke deskundigheid van zowel lokale als internationale organen. Het managementteam is vorig jaar in november samengesteld door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling met als doel de grondenrechten van de inheemse en tribale volken in Suriname wettelijk te erkennen.